Ja, lieve vrienden, ik zou zeggen, een hele fijne, liefdevolle eerste kerstdag gewenst. Het is al wat later dan ik gepland had, maar dat komt omdat ik al even bezoek heb gehad van mijn begeleidster. Ja, die moest gewoon werken. Ze zei, ik kom bij jou even koffie buiten. Ik zei, prima hoor meis. Verder nergens over gehad, ja, leuke dingen. En ik heb mijn koffie klaarstaan. Ik had zin in wat, dus ik heb even een broodje gepakt. Ja. Straks wel even wat anders lekkers, maar ik denk eerst maar even een broodje. Want dat had ik ook trouwens nog niet gehad. Niet aan toegekomen. Ik heb andere dingen eerst moeten doen. En Frodo die heeft ook net even een hapje gegeten. Want ja, ze kwam tijdens, het was eigenlijk net lunchtijd geweest. Ik was ook wat laat, omdat ik andere dingen had gedaan. Dus ja, en nou is Frodo ook klaar. Die gaat op de bank weer gelijk raar doen, dus die moet de kap om. Want hij maakt zijn pootje kapot. Hé! Hey. Ja, even helpen. En helpt hij weer niet? Gekkie. Zo. Hé, kan je? Moet je kap ook weer schoonmaken. Kom, doe jouw gelik. Ja. Hé? Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, ik ga lekker genieten. Televisie is ook mooi. The Sound of Music. Dus ja, wat wil een mens nog meer? Oh, kan ook wel naar buiten. Nou, kan ook wel naar buiten doen. En Frodo wil naar buiten. Nou, allebei dan naar buiten. Zo. Het is trouwens heel mooi weer. Ja. Heerlijk gewoon. Wel bewolking hier en daar, maar dat moet ook kunnen. Behalve daar is het nog donkerder. Ja, daar is het mooier weer dan daar. Want als je ziet wat voor lucht eraan komt boven de zee vandaan. Nou, dan denk je ook van bekijk het maar dat noem ik geen mooi weer meer. Daar is het echt heel donker daar in de verte. Kom eens even dichterbij. Zien jullie dat? Ja, heel bewolkt. En dan lopen we weer met hondjes te wandelen. Moet ook kunnen. Dus ja, oh ja, dat zou ik ook nog steeds laten zien. Hè? Nou, ik zet hem even hier neer. Oh. Even meewerken, jongens. Hup, blijf staan. Ja. Nou, die dus. Dat is een drieluik. Die heb ik zelf gemaakt. Dat kon je toen destijds, kon je die plankjes zo kopen met touw erbij. Ja, glittertouw is dat. Het is koord. En dat is gewoon van 3D, hè. Waar je normaal kaarten van maakt. Heb ik daar dus op gedaan. Dus ja, ik vind het heel erg mooi geworden. En ik ben er ook heel zuinig op, want het is al oud. Ja. Nou, en dat staat dus dan gewoon zo voor het raam. Dus ja. En dan moet ik hem weer even. Zo. Zo. En zo heb ik hem dan eigenlijk staan, maar onze kant af. Die gaat er dan tegenaan en dan is het hup en dan staat hij weer zo. Maar ik heb hem eigenlijk liever van het raam af vanwege vocht. Ja. Maar, oké. En de prullenbak open, hoe kan dat nou? Zo dicht. Dus ja, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van jullie dag. En Frodo wil alweer naar binnen, dus doen we dat ook nog weer even. Zo blijven we aan de gang. Ja, toch? En nou is hij ook alweer bij de poort. Kun je nagaan? Hij blijft dan niet in een bende gemaakt. Ik ga vandaag echt niet vegen. Doe je nou troep maken? Oh. Nou ja, pech. Ik ga vandaag in mijn lange jurk niet vegen. Nee, ik heb een lange jurk aan. Met bloemen en vlindertjes erop. Ja, wat wil je nog meer? Ja, toch?
De vlindertjes die vliegen naar boven. Die brengen het geluk naar boven. Naar onze geliefdes. Die ons voor zijn gegaan. Die wij moeten missen met deze dagen. Daar gaan die vlindertjes allemaal naartoe. En die brengen de bloemen mee. Ja. Dus ja, wij gaan lekker genieten hier aan deze kant. Ik zou zeggen, tot strakjes. Doei, doei. Geniet ervan met elkaar. Doeg. Ja hoor, en mijn hondje die was weer even aan het gek doen, maar hij ligt nou weer rustig. Maar beestje is bij tijd te wijlen om te lachen. En ik voelde wat, maar... Oh, die is daar. Handafi. Een mrouw, hé. Is een mrouw? Hé? Och, jonkje. En waar Ewan is? Nou, weet jij het? Weet ik het ook. Maar ik weet het niet. Nee, ik weet het totaal niet. Maar het maakt niet uit. Nee, ik ben met koffie bezig. En ik zit heerlijk lekker televisie te kijken. Terwijl ik televisie zat te kijken, is er een vlog naar YouTube gegaan. Die heb ik gepland, dus dat komt ook allemaal wel weer goed. En nou, rustig aan. Gosje, sorry, mijn excuus. Zo dan, even geeuwen. Maar in ieder geval, ik moet nog een vlog ook in elkaar zetten. Maar ik doe lekker rustig aan vandaag. Ik heb bezoek gehad van mijn begeleidster, dat weten jullie al. En nou, even een bakje koffie. Ik heb net wat kaas en worst. Ja, moet je er ook wel koffie in doen. Enkel water, zonnekoffie, wordt geen koffie. Hè? Ik heet water. Dus ik zet jullie even hier neer als dat wilt. Ja, dat willen we. Zo, even een bakje koffie. Zo. Verder water erop schenken. En dan moet ik toch even roeren. Nu, in dit geval. Zo. Even een lepeltje pakken. Ja, jullie zullen wel lippenstift of zoiets zien. Maar ja, dat heb je wanneer je lippenstift op hebt, hè. Ik zal hem straks wel weer eens even onder de kraan houden. En eraf halen. Hoppala. Zo. Nou, koffie meenemen. En dan lekker eventjes weer gaan zitten. Ik heb naar Heidi gekeken. Ja. Dat was ook wel een kerstfilm, maar ik vond die kerstfilm niks aan. Dat is een beetje te modern. Nou, daar hou ik niet van. Nee, ik vind die hele mooie kerstfilms van vroeger mooi. Die heel vroeger waren. Niet Home Alone vind ik ook niks aan. Home Alone, nee. Dat vind ik helemaal niks meer aan. Dat vind ik, ja... Ook een beetje afgezaagd. Even een bonbonnetje te pakken. Ja, dat... Ja, hij ook. Oh, zo. Wat ben je oh, daar? Ik wou net zeggen, ik zag Kandalf, maar ik zag even niet waar. Die was het water drinken. Dus. Maar oké, ik ga lekker weer even verder genieten. Er is nou trouwens reclame. En dan zullen we verder beleven wat we gaan doen. Het is bijna 6:15, dus 6:30 de hondjes eten geven. Nou, en ik doe het lekker makkelijk. Ik heb worstjes op de kachel leggen om die te ontdooien. En die ga ik dan lekker even braden, patatje erbij, klaar. Ja hoor, normaal zit je te gourmetten met je gezin, familieleden, weet ik wel. Met mijn mannetje heb ik dat nog gedaan, maar ja, die daar. Dus, maar oké, maakt allemaal niet uit. Nee, wij gaan gewoon lekker gezellig door aan deze kant met de diertjes en met jullie. En ik zou zeggen, geniet nog verder van jullie dag. Jullie gaan zitten waarschijnlijk hoogstwaarschijnlijk te gourmetten of te fondue of wat dan ook. Ik zou zeggen, geniet daarvan. Ik ga dat andere week met Jan doen. Want Jan van Dam die komt met het oud en nieuw en hij komt een dag eerder. En dan gaan we ook een dag eerder even gourmetten. En oud en nieuw zelf doen we het met koud buffet. Ja, lekker.
Dus ik zou zeggen, geniet van alles, lieve mensen en lieve vrienden, wie er allemaal op maar mag kijken naar mijn kanaal. Als je nog trouwens niet geabonneerd bent, abonneer je even op die balk, weet je wel, waar abonneren in staat. En dan, als je dat gedaan hebt, komt er een belletje zichtbaar. Druk daar ook even op. Dan krijg je iedere keer een melding dat er wat online is gezet door mij. Althans, door YouTube, want ik plan in. Ik heb er even een paar dagen niks kunnen doen. Dus ja, dat zullen jullie ook wel gemerkt hebben. Denk ik, vermoed ik. Maar dat is niet lang geweest dat er geen vlog kwam. En vergeet ook die duim niet aan te klikken onder de vlogs. Ja, er staan twee duimpjes. Eentje omhoog en eentje naar beneden. Nou, die omhoog staat moet je pakken. Ja, daar moet je even op klikken. Dan maken jullie ons blij. Ze zeggen, tot later. Doei doei! Ik hoop dat jullie het kunnen zien, maar er is een lichtje vanuit de stad. En dan zie je hier ook, ja, mijn lamp, die houder is kapot. Die is net kapot gegaan, mijn schroef die draait door. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Zal niet. Ik hoop van wel. Maar het is heel mooi en het is ja een beetje dampig in de lucht. Niet echt mistig, want de kerk zie ik nog, dus. Maar ja, ik moet met mijn houder aan de gang. En dan val ik zo wat blijven staan. Dus ja, ik hoop dat jullie het kunnen zien. Het is mooi. Met bloot oog. En dus. Ja, lieve vrienden, het is weer voor ons bedtijd. Het is 3 uur geweest. Maar ik heb eerst even aan het werk geweest. Ja, want ik wil het netjes hebben. En het is ook netjes. Ja, ja. Alles glimt me weer tegemoet. Ja, ja. Het is weer spik en span. Ja, dat is altijd om een hoekje hoor, je moet toch wat hebben, hè? En het is uit het oog. Nou, de vaatwasser die draait, zoals jullie zien en horen waarschijnlijk. Dit wil Frodo niet. Hij heeft wel wat ervan gegeten, maar hij heeft het liever niet dan wel. Ik had het ook gekregen van een ander. Dus dat staat klaar voor Karin en Roderick voor hun hondjes. Ja, en wij gaan naar bedje toe. Hé? Ja, nou. O ja, het licht hier weer uit. Zo. Hé, en dan gaan wij naar bedje toe, hè, schat? Ja. Of niet dan? Ja, toch? Hé? Toch? Of niet? Ja, dat ik zou zeggen, lieve vrienden, welterusten, het is inderdaad al echt laat. Het is 3:13. Ja, ja. Dus ik zeg, welterusten voor degenen die net zo zijn als ik. Laat naar bed. Straks weer gezond op. En een hele fijne, gezegende, liefdevolle tweede kerstdag gewenst. Geniet ervan. Wees lief voor elkaar. Ik kan het niet genoeg zeggen. Want haat en nijd, het heet eraan. Twee keer niks. Er is al genoeg ellende op de wereld. Met de oorlogen. Ik wou dat het eens een keer op kon houden. Ja, en dat we eens een keer op een normale manier dood kunnen gaan. Ik praat er liever niet over, maar gewoon aan de ziekte. Of gewoon door de moeder de natuur. Gewoon, ja, hup, je bent er niet meer. Klaar. En niet door die oorlogen. Want jong en oud sterft daardoor. Wat niet nodig is. Levensverspillenis, ja, hoe je dat ook mag zeggen. Maar oké, ik zou zeggen, nu, al het goed wens ik jullie toe. En geniet van elkaar. Doei doei.